welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug, obviously, met een nieuwe adventkalender unboxing. Ik heb echt al super veel adventkalenders dit jaar ook weer unboxed. Laat me weten welke jullie nog meer willen zien. En de afgelopen tijd heb ik vooral dure kalenders unboxed. En ik dacht, het is weer tijd voor een iets meer betaalbare. Dus ik ben naar de Douglas website gegaan. En ik heb deze make-up adventkalender daar besteld voor een best wel betaalbare prijs. Douglas heeft echt een heleboel kalenders. Zowel gewoon van hun eigen als van andere brands. Maar van hun eigen hebben ze echt een heleboel, ook een mannelijke kalender. Dus dat vind ik heel leuk. Heleboel opties. En ik dacht, ja, ik ga gewoon vooral voor make-up en ik ga voor betaalbaar. Dus dat is de vibe van vandaag. Lekker rozig, lekker Barbie en lekker betaalbaar. Daar houden we van. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. We gaan deze kalender met z'n allen unboxen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, heb ik een beetje overdreven met al dit roze? Ik vind het leuk. I love it. Oké, ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Lippot, een loodje van MAC in de kleur Soar. En deze Make It Big Lip Gloss van Morphe in de kleur Big Bang Glow. Super mooie combo. Maakt ook je lippen super vol. Oké, dit is hem dan jongens. Dit is de Douglas Make-up Advent Kalender. En in hun andere kalenders is het vaak een mix van make-up en skincare. Maar ik dacht, ik wil gewoon lekker veel make-up. En ik ga ervan uit dat het is gevuld met make-up van hun eigen huismerk make-up lijn. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het wel heel cute eruit zien. Lekker zo roze. Zo blij. Super, super schattig. Ik voel wel aan dat hij wat meer betaalbaar is. De kwaliteit is niet echt je van het. Je voelt dat het een beetje licht is. Een beetje goedkoop. Maar het is oké voor die prijs. Er zijn volgens mij gewoon 24 vakjes. En ik ben heel benieuwd. Hier achterop staat ook wat er allemaal in zit. Maar dat wil ik natuurlijk nog niet weten. Dus we gaan alle boxjes unboxen, jongens. Laten we kijken hoe dit überhaupt open moet. Oké, je kunt er gewoon zo openvouwen. En dan is dit de kalender. Het is wel weer zo'n kalender die ik zo moet opendrukken met mijn nagels. Dus mijn hele acryl gaat weer vandaag naar de kloten. Let niet op mijn handen. Dit zijn allemaal swatches van een video van net. En het wil er gewoon niet afgaan. Oké, nou jongens, laten we gewoon heel, heel snel beginnen. Ik ga beginnen met gewoon nummer 1, obviously. Die is hier. Oeh, volgens mij een rode matte liquid lipstick. The Shine to the Tips of Your Lips. Dat is ook hier zo wat op het vlakje staat. Van Douglas, een hele mooie rode matte liquid lipstick. Dat vind ik wel leuk. Of is het een gloss? Nee, red matte. Het is mat. Heel leuk voor met kerstrode felle lippen. Ik denk dat mijn look voor dan ook zo fel rood gaat worden. Dan heb ik hier nummer 2. Die is een beetje groot en vierkant. Oeh, wat is dit dan? Misschien van die... die pads. Ja, dit zijn van die doekjes, papiertjes, om je vettige plekken zo weg te halen. Dus als je zo vettig bent op je gezicht of zo, je pakt er dan gewoon zo eentje. Kijk, pak je er gewoon zo eentje en dan zo dab, dab, dab. En dan gaat het vettige weg, zeg maar. Dus dat is altijd wel fijn om te hebben. Vooral als je een vettige huid hebt. Ook heel mooi, zo lichtroze. Dan heb ik hier nummer 3. Die is een beetje in een rare shape of zo. Even kijken. Oeh, nagellakje. Hele mooie kleur voor winter. Kijk even wat voor prachtige dieprode, bordeauxrode kleur dit is. Ideaal voor de kerst en ook voor gewoon überhaupt voor de hele winter herfst. Het is echt zo'n kleur die mijn moeder zou dragen. Dus ik denk dat ik hem aan haar ga geven. Want ik heb acryl, dus ik gebruik geen nagellak. Hier is dan nummer 4. Die is een beetje klein-ish. Oeh, een potloodje. Oh nee, een kwastje. Dit is een kleine make-up kwast om je oogschaduw aan te brengen. Ik moet zeggen dat ik een beetje een slecht vooroordeel had. Ik was een beetje sceptisch over deze kalender. Ik had niet echt verwacht dat die echt geweldig zou gaan zijn. Maar tot nu toe vind ik de producten op zich wel leuk. Ik weet dat ik pas net ben begonnen, maar ja, toch. Hier is dan nummer 5. Dit is een losse oogschaduw, denk ik. Ja, een losse oogschaduw. 205 Glorious Eyeshadow. Oké, handig te gebruiken met het kwastje. Dan hier nummer 6. Oeh, deze is echt super groot. Ik hou altijd van grote vakjes. Dan heb ik altijd het gevoel dat er iets goeds in zit. Een mini oogschaduwpaletje. Oh my gosh, deze gaan we zeker eventjes openmaken. Dit is dan hoe die eruit ziet. Zo rood. En dit zijn de kleurtjes. Dit is wel heel leuk. Ik had niet verwacht dat dit erin zou zitten. Oh my gosh. Heel goed product. I love it, jongens, tot nu toe. Ik vind het echt een leuke kalender. Dan is hier nummer 7. Deze is een beetje langer. Misschien iets van een potloodje. Ja, volgens mij is dit wel een lippotloodje. Ja, lip liner in een rode kleur. Altijd handig om te hebben. En ook handig om te mixen met deze matte liquid lipstick. Dan heb ik hier nummer 8. Oeh, die viel omlaag. Maar het is een rode pincet. Een kleine mini pincet.
Dat was de verwachte, obviously. Ik ben ook aan het wachten op de puntjeslijper. Dit is dan nummer 9. Oeh, nog een nagellakje volgens mij. Base en een topcoat. Dus voor eronder en erop. Dit is hem dan. En dit gaat er dan voor zorgen dat je nagellak beter zit. En er beter uitziet. Dus handig om deze twee met elkaar te combineren. Dan hebben we hier nummer 10. Moet ik open alweer. Deze is een beetje langer. Een nagelvel, tuurlijk. Een vel, een puntensluiper en een pincet zit in elke meer betaalbare kalender. Ook wel weer heel leuk gedaan, zo rood glitter. Dan hebben we hier nummer 11. Deze is ook een beetje langig. De hele kalender is uit elkaar aan het vallen. En er zit niks in. Ik denk dat hij omlaag is gevallen, jongens. Ja, kijk, hij is helemaal zo hier gevallen. Maar dit is dus wat daarin zat. En dit is een oogpotloodje. Een zwart waterproof oogpotloodje. Ook altijd handig om te hebben voor in je waterlijn of voor als eyeliner. Hier is nummer 12. Dit is Denk en Puntenslijper. Ik wist het! Ik wist het. Kijk, en puntenslijper wel heel mooi roze. Het doet me een beetje denken aan Kylie Cosmetics allemaal. Dan is hier nummer 13. Ik denk ook weer iets van een potloodje, want het is zo smal en lang. Jongens, ik ga deze hele kalender kapot maken. Ja, een wit potloodje volgens mij. Dense Wood Eye Pencil in het wit. Dan hebben we nou een witte en een zwarte. Hier is nummer 14. Oeh, wat is dit dan? Oh, een wenkbrauwdingen. Shape brow dingen. Je kunt die zo doen op je wenkbrauw en dan zo inkleuren. En dan heb je een mooie strakke wenkbrauw. Hoe heet dit ook alweer? Ik weet echt niet meer. Maar ja, wel handig om te hebben als jij moeite hebt met jouw wenkjes doen. Dan hebben we hier nummer 15 weer. Een beetje lang en smal. Dus misschien weer iets van een potloodje. Of misschien een eyeliner. Of misschien geen van de twee. Het is een brow pen. Een wenkbrauwpotloodje in de kleur 1. Het is wel een beetje een lichte kleur. Oh, wel heel mooi. Kijk, je kunt zo van die neppe haartjes creëren. Zie je dit? Oh, dat is op zich wel handig om te hebben. Oh, I like it. Ondanks de wat lichtere kleur, matcht die gewoon wel. Dit is echt zo'n kleur die met iedereen zou matchen. Fijn product, I like it. Dan hebben we hier nummer 16. Jongens, de kalender gaat nou steeds moeilijker en moeilijker open. Omdat alles al bijna open is. Een spoelie voor je wenkies. Hier is dan nummer 17. Oeh, misschien weer iets voor de lippen. Misschien een glossje of zo. Ja, ik denk een glossje. Hele mooie nude kleur. Ja, nude shine. Het is een prachtige nude gloss. Oh my gosh, de kleuren ook die we krijgen zijn echt gewoon kleuren die je echt zou dragen. Echt jongens, tot nu toe, ik ben in shock van deze kalender. Het is echt beter dan wat ik had verwacht. Hier is nummer 18. Oeh, een spons. Oeh, hij is ook best wel zacht. Ook weer rood. Alles is zo rood, want het is kerst en zo. Dat is wel leuk. Bedankt. Dus nummer 19. Stopt echt. Oh, mijn nagels. Iets voor de nagels. Misschien een nagelolie of zo, denk ik. Ja, cuticle oil. Leuk, ook fijn dat we echt verschillende producten hebben. En niet gewoon één product in like 10 kleuren, als je begrijpt wat ik bedoel. Zo was in de NYX adventkalender. Die super slecht was. Hier is dan 20. Deze is een beetje zo rond. Is misschien een spiegel. Oh nee. Zo'n ding om je kwasten in schoon te maken. Bijna klaar jongens. We zijn nu bij 21. De laatste 4. Van Douglas Eye & Lips Makeup Remover. Ook handig om al deze make-up eraf te halen. Dan hier nummer 22. Oeh, een puff. Om je poeders mee aan te brengen. Ik gebruik altijd een puff. Dus ik vind die altijd heel fijn. Deze zijn echt ideaal om zo poeder aan te brengen hier. Oeh, deze is ook echt de ideale grootte. I like it. De laatste twee, de ene laatste, nummer 23. Die is hier. Nog iets voor de nagels. White nail polish, white sneakers. Gewoon letterlijk een witte nagellak. Heel veel mensen hebben wit op hun voeten. Dus ik denk dat heel veel mensen hier blij mee gaan zijn. En dan de laatste jongens, 24. Ik denk de full size mascara. Alles is echt gewoon helemaal kapot. Ja, een volume mascara. En that's it jongens, hij is helemaal leeg. Nou mensen, wat vonden we ervan? Ik vond het echt een leuke kalender. Ik had het absoluut niet verwacht. Het is gewoon echt letterlijk een goede make-up Douglas adventkalender. Heel veel verschillende producten, echt draagbare kleuren, echt leuke dingen. Ook een heel oogschaduwpalet erin. Dat is ook iets wat je bijna nooit ziet in een kalender. Dus ik ben er echt blij mee en ik raad hem ook zeker aan. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie ervan? I love this. Als je hem ook wilt, linkje staat beneden in de beschrijving. En ja, al met al echt wel een goede betaalbare kalender voor iedereen die houdt van make-up. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!